Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming is Boei. That's me. Kaiba boy, oh nee. En voor de mensen die graag het antwoord willen weten. Oh, hij heeft weer een intro momentje, vandaar dat het net zo lang duurde. Nee, ik was oprecht ook aan het reageren op Are you nu aan het leaking tegen mij? Nee. Like legit, ik was beide aan het doen. Oké, wacht even. Rock, steel, ice, hè? Ja, of ice, steel. Dat ligt er net aan wat ze willen. Rock, dat ice, steel. Ik dacht, ja, ik snap niks van deze kutpuzzel, joh. Nou, doe eens normaal tegen die puzzel. Die puzzel heeft jou niks aan gedaan. Rock, ice, steel, ice. Rock, ice, steel, ice. Rock, ice, steel. Oké. Waarschijnlijk is dit hem. Rock, ice, steel. Ice. Steel, rock. Rock, ice, ice. Rock. Ice. Steel. Ice, ice, rock. Was dat hem? Ah, ik weet het niet meer. Sandring, je weet dat papier bestaat. Nee, Steel Rock was het. Steel Rock. Dat was hem. You press the panels. Sander, heb je tijd om een vraag te beantwoorden of niet? Ja. Of ben je druk in de concentratie heen? Nee, doe maar. Even over D&D, hè. Hoeveel dingen heb je er nou op zitten? Hoeveel sessies? Volgens mij heb ik 3 sessies meegedaan en 1 one-shot hebben we laatst gedaan. Ah, een one-shot. Oké, dat heb ik nog nooit gedaan. Oké. Rock. En heb je voor? Nu moet ik wel even concentreren. Ja. Steel Rock. Nee, wacht. Zie? Sorry, maar deze puzzel is zo kut. En je moet hier mijn hele volledige aandacht. Oh ja, Steel Ice Rock. Ice. Steel Rock. Oh, ik weet niet of dit ooit goed gaat komen. Tuurlijk wel. Steel. Ice. Rock. Ice. Steel. Rock. Als dit hem niet is, dan weet ik het niet meer. Ja! Oké, ik heb 1 keer Pikachu's verloren, maar voor de rest, hè? Pikachu's verloren. Ja, ik heb hem 1 keer fout gedaan. Nee, maar, ja. We hebben 1. Kat. Moet dit nu? Ja, jij mag jouw avontuur gewoon. Nou, jullie zien me nu niet, maar, hè? Funny story, dat is een rats. Oh nee, wat doe je, kat? Je mag gewoon jouw D&D verhaal niet vertellen van jouw kat. Nee, dat wil hij overduidelijk niet. Wat een beetje. Heeft hij hem nou op sleepstand gezet? Hij heeft mijn laptop op sleepstand gezet. Wat een lullo. Hoe doe je dat überhaupt? Ik krijg het zelf amper voor elkaar. Nee, dat is niet waar. Magische poedering. Ja, hij is echt op sleepstand gegaan. En op caps lock, holy damn. Vuile kat. Dat wordt opsturen naar China. Ja. Wat? Nee. Ook eerst nog ja zeggen ook trouwens. What the fuck? Hoe durf je? Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, D&D verhaal. Deze guy is level 70, holy damn. D&D verhaal. We hebben 1 one-shot gedaan. Omdat 1 iemand die ging meedoen, zeg maar. En toen was het zo van, ja, gezellig, weet je. Waarom niet? Doe mee en kijk of je het wat vindt. Toen was het zo van, we doen wel een one-shot. Okay. En toen was ik dus een Dragonborn Bard. En mijn backstory was, ik kon wel heel goed zingen natuurlijk, want ik was een bard. Yeah. Alleen, ik zong in Dragonborn Draconic. Yeah. Dus niemand kon mij verstaan. En daarom was ik broke. Ah, oh, dat is lullig. En heb ik in het wild moeten overleven trouwens. Ook nog belangrijk. Was je zo'n wilde Pokémon? Ja, ik was zo'n wilde Pokémon.
Mijn survival skills had ik opgehoogd. Want ik denk, ja, dat is wel logisch als je in het wilde moet overleven. Maar vrij weinig gebruik van die survival skills gemaakt. Voor okay. die one shot. Maar wel zekerlijk. Oké. Okay, nee, ja, en jouw lopende campaign? Ja, daar ben ik een tabaxi. Dat is een voor de kijkers. Ik weet niet of die al was heet, dat niet zo'n half, half kat. Achtige. Ja. De. En ik ben een rogue. Dus dat is nice. Fucking, dat is fucking funny. Dat ik gewoon stealth in één rol en dat ik alsnog gewoon 21 stealth heb. Huh? Ja. Nee, dat is wel heel. Nee, dat is wel heel overdreven. Maar als ik een 9 rol. Ik denk, volgens mij krijg ik nu plus 11 of zo. Dus dat is best wel. Ik heb daar ook nog expertise in stealth. Dus dat is fucking geniaal. Oké, okay, nice, nice. En weet je wat niet geniaal is? Deze battle. Want ik ga maar wat voor class ben je met je kat? Subclass is Swashbuckler. Oh, je was een rogue, hè? Ja. Oké, okay, nice. Want je bent level. Welk level ben je? We zijn nu level 5. Yo, dan hebben jullie al heel veel dingen gedaan, of niet? Ja, nou, kijk, dat zei ik ook. Ik heb 3 dingen meegedaan, maar ja, hun waren al wat. Ik joinde toen hun allemaal level 3 waren, dus toen hebben ze ook gewoon gezegd, jij bent ook gewoon level 3, weet je wel. Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Alleen dan nog, als je binnen 3 sessies 2 levels omhoog bent gegaan. Maar. Ja, en dat klopt. Maar eigenlijk mag je ook wel 4 rekenen, want ik heb 1 keer niet meegedaan, zeg maar. Ik kon ook niet altijd. Dus ik heb 3 sessies gespeeld, maar eigenlijk zijn er 4 sessies gespeeld, zeg maar. Okay. Dus ja, het geeft nu zo... En als doe je IRL of online? IRL. Oh ja, dat is ook wel het leukst. Ja. Maar ja, dan moet ik dus wel helemaal naar... Mijn kat zit te mouwen. Dan moet ik dus wel helemaal naar het zuiden toe. Ja, dat is voor jou wel fucked up, ja. Ja, wordt het bij mij... Wel dicht bij jou, trouwens. Ja. Hetzelfde station als dat ik naar jou toe zou gaan. Mm-hmm. Dus, bijna. Ah, dat ligt eraan. Dat ligt eraan. Als we in het weekend, als we zeg maar zaterdags afspreken, dat doen we niet zo heel vaak, dan hetzelfde station, dan gewoon Sertogenbosch. Mm-hmm. Ik weet even niet hoe je dat als een normaal persoon zegt. Den Bosch. Den Bosch, dat was hem. Ja. Ja, anders dan gaan we naar Tiel, want dat is dichtbij. Ja. Ik moet in februari nog werken in Tiel. Ja, oh echt? Ja. Hoeveel februari? Even denken. Als je nu 10 of 11 zegt, dan ga ik echt schrikken, man. Nee, niet 10 of 11, later pas. 24 februari. Hm. Ja. Nee, dus ja, alle dan... mensen, kom naar Tiel 24 februari. Fan meeting. Ja. Pas op, hè. De vorige keer dat in zijn knollen deed alles ging helemaal uit zijn dak. Het begon als een grap, maar het liep totaal uit de hand. What with Andy? Enzo. Dat past ook nog. What with Enzo. Dat is echt waar de grootste pestkopie er is. Oh, wacht. Je vraagt je vast af hoe hij daar is beland. En ik doe het ook wel, hoor. Ik geef je eerlijk toe. Dan denk ik, oh, the fuck is die guy daar beland? Magische poeder? Oh! Maar natuurlijk! Maar natuurlijk! Altijd die magische poeder. Soms is een boertje time. Doen. Een boertje? Dat zijn lekker een. Een boertje? Ja, zijn is wel lekker een. Ik heb niet heel veel boeren waar ik een crush op heb eigenlijk. Maar kan aan mij liggen, hè? Kan aan mij liggen. Is... Het ligt ook aan jou dat je dat meteen met lekkering denkt. Maar boeren zijn toch niet... Als ik loop te boeren, dan denk ik niet... Ah, heerlijk, ik heb geboerd. Nee. Oh, ik vind boeren fucking lekker. Als er zo'n boer dwars zit en je boer dan... Oh, dat is lekker. Vooral dat je dan helemaal weer leeg bent, dat je weer kan vreten. Oké, okay, dat is goed. Nee, oké. Okay. Nee, nu, now you got me. Je zei, en vooral at the point that you said dat je weer kunt eten, en toen had je me.
Toen had je me weer helemaal terugverdiend. Ik had je tuk. Verdiend? Tuk kan je ook eten. Tuk. Tukjes. Zijn lekker. Lekker. Zijn lekker dingetjes. Oh ja. Er staat ook een McMortar on the field. Ja, dat had ik helemaal niet vergeten hoor. Het is best warm. Oh. Dat is warm, dus tip. Geen Rosellia tegen je McMortar gebruiken. Nee, want dan is het straks alleen nog maar as. Poisoned. Let's go. Thunder waving. Thunder waving. Hij is aan het zwaaien. Aan het thunder zwaaien. Sandry. Yes, I'm grabbing Jackie. Als je dit al grappig vindt, dan vind je de intro moment nog grappiger. Ja, dat zei je net ook al. Nee, was dat deze aflevering? Nee, dat was vorige aflevering. Ja, nee, vorige aflevering heb ik geen grapje aan het begin gedaan, maar die aflevering daarvoor wel. Mm-hmm. Dus dat was... Toen deed jij zo'n grabbing jacket aan het begin. Ik deed wel even zo... grabbing jacket aan. Mm-hmm. Hiervoor moet je echt even de facecam, want ik deed net zoals ik zo... Ja, dat deed ik. Oh ja. En nu doe ik weer precies, zeg maar, de movement, maar niet uitleggen wat ik doe. Ja, zo ben nee, ik. Erg handig. Nee. Je moet tegen Coin vechten met de Toxicroak. Ik tegen Electrify. Is dat van de chipsmerk? Want het is Toxicroakie. Yo, dat is wel op hetzelfde niveau als mijn grapjes. Ik kan dat wel waarderen. Dat klopt. Ja. Yeah. Zo, bulldoze. Lekkering. Ja. Je hoort me wel, hè? Ik hoor jou zeker. Oké, top. Nu wel, daarvoor zei je niks volgens mij. Jawel, maar niet tegen jou, dus ik hoop... Gebruik je eigenlijk mijn voice van de... Ja. Wel, hè? Ja. Oh. Ja, ik had mezelf even gemute. Maar, want ik denk, dan komt dat niet in de aflevering, maar dan komt dat nog. Toch wel. Ja. Ik heb weet drie niet bags wat mijn mic allemaal op. Wat? Drie bags of Stardust. Wow. Dat is toch wel twee stoffig. Meer dan één. Ja. Wat? Ik dacht, dat is toch wel stoffig. Ook. Sterrenstof. Je zou het met de suiker... Sterrenstof? Met de zuiger zou dat gewoon weg geweest zijn. Snap je, een stofzuiger? Ja, deze had je niet moeten uitleggen. Niet dat je, nee, maar niet dat je denkt dat ik een heel andere vieze jonge man ben. Je bent wel zo'n vieze jonge man. Kan je het nog wel zo goed bedoelen, maar alsnog ben je best wel een vieze jonge man. Geef me die braviary. Een bal jonge man. Give me the braviary. Een bal jonge man. Moet ik ook nog tegen de braviary vechten? Je moet ook nog tegen de braviary vechten, ja. Cool, level 54? Oh, hij is ook nog psychic. Wat onhandig. Hij met is psychisch. Psychic te beginnen. Hij is psychisch. Nee, spiegisch, sorry. Ik doe het even op de paddy manier. Psychic en spiegisch. Spiegisch. Vandaag had ik een interactie met iemand en die zei spiegoloog. En toen moest ik meteen denken aan Paddy. Ja. Zij spiegies. Nighting the slashing. Slashing the nighting bedoel ik. Ja, ga je de ridder slashen? Oh! Wat is er aan? Nee, de nacht. Maar de braviary is don't be bozing, Xanaring, wat gebeurt er? Wat? Je zei, oh! Wat ja, de braviary is dood van 5 levels hoger. Vind je dat fijn? Ja, hè? Dat vind je wel fijn. Ja, want dan krijg ik hem. Toch? Of... Ja, play the flute! Dat is Avatar. Ik deed eigenlijk... Het Platinum liedje, maar dat klonk dus meer als Avatar dan als Platinum liedje. Nou, dan weet ik dat ook weer. Dat klopt, ja. Ah, fuck. Mijn leven. Hallo, vader.
ik aat mijn leven. Arie. Ik deed even Italiaans. Aat jij je leven. Sanderie had iets leven. Nu wel. Jij zullen dat niet snappen, maar het is gewoon allemaal niet zo gemakkelijk. Kibooming. Ja, ik ben school. In de Spacetime Distortion en zingen de Distortion lied. Wow. Ik heb voor school, precies een week geleden, heb ik als een Italiaan gespeeld. Echt? In een toneelstuk. Moest je een toneelstuk doen? Ja. Ik doe de minor drama... Ik deed toen de drama minor... Minor drama theater. Dus toen was het zo van... Toneelstuk. En kon je het goed? Drama? Je bent soms wel een drama koningin. De drama ging wel lekker. Maar? Wat ging er niet lekker? Gewoon de drama ging wel lekker. Lekker. Oh ja, je gaat niet zo... Ik denk van, hoe haal ik dat ooit? Want je gaat zo supersnel naar beneden. Maar dat is niet in deze game. Ja, dan moet je op I drukken. Maar dat is niet... Als je te lang blijft zweven, zeg maar. Dat is bij die andere games. Ja. Oh, ik speel dus nu Sworn and Shield om Toxtricity te hunten. En echt, alles werkt zo fijn ineens voor mijn gevoel. Sandring, je weet dat Toxtricity ook gewoon in Scarlet and Violet zit. Weet ik. Maar ik wilde gewoon ook even een gewone hunt, zeg maar. Respect. Een Sword and Shield hunt, want ik had echt... Op Toxtricity na had ik 0 Sword and Shield hunts erin staan. Ja. Galarian Meowth. Maar ja, die heb ik uiteindelijk in Scarlet and Violet gedaan. Maar waar ik dus achter ben gekomen is dat fucking... hoe heet het? Dat het fucking... De boxen werken fucking fijn. Had ik al fucking gezegd trouwens? Maakt niet uit. Ik weet dan niet doen we het zonder. Nee, maar die boxen, het werkt zo fijn. In welke game? In Sword and Shield. En in Scarlet and Violet? Helemaal kut. Je kunt er echt helemaal niks mee. Echte kutste games. Nee, dat is niet waar, maar... Ja, het zijn echt hele vette games. Alleen die box is gewoon kut dat hij niet alles meteen laat. Dat? Dat is super. Maar dat is, nog niet eens het ergste, ben ik achtergekomen. Ja, wat is het ergste? Hoe heet het? In Sword and Shield. Jij kunt een Pokémon in je hand hebben. Dan kun je naar boxes, zeg maar. Waar je de overzicht ziet van al die boxes op een rij. Nee. Heb je gewoon een Pokémon vast. En die kun je gewoon droppen in welke box je dan ook maar wil. Als je in Scarlet and Violet een Pokémon vast hebt. Dan zegt die... Nee, je mag niet naar de boxes toe. Ja. Naar de boxoverzicht. Daarnaast, als jij in je party bent. Kun jij... niet naar boven, zeg maar. Als je naar boven gaat en je staat op je eerste plaats, dan gaat die niet naar onder. Mm-hmm. Fucking lijp. Dat werkt allemaal gewoon zoveel fijner. Echt allemaal van die quality of life improvements die ze dan in Sword and Shield hebben toegevoegd. En dat ze in Scarlet and Violet dachten, nee. Nee. Ja, leuk, maar we kunnen het ook niet doen, zeg maar. Alsof ze dat zo zeiden. Zo van, ja, leuk. Maar je kunt het ook niet doen om mensen te pesten. En dan, mensen pesten? We zijn wel van Gamefuck, dat is fucking ziek. Zeg maar, zo is het gegaan, denk ik. Ja, ik zie die drama nu ziek nu wel voor me. Ja. Oh, is dit al de boss in fighting? De Evoluck boss in fighting? Dan ga ik best wel snel door de gaming heen. Good luck with the Evoluck. De gaming, weet je wat het is? Zo'n Engels leenwoord. Dat is SB, toch? Ja. Haja. Hield deze guy mij op. Haja. Het zei de oom van Jackie Chan in de anime, of het altijd. In de anime? Is het ook een anime? Of bedoel je gewoon de animatieserie? De animatieserie. Ah, wat gewoon cool. Anime is. Ja. Is dat anime?
Ik weet het niet. Ik weet alleen dat... Volgens mij is anime specifiek toch als het in Japan is geanimeerd. Ja, en ook wel een beetje een bepaalde stijl, maar... Ik weet dus nooit of dat nou... Of die stijl ook... Nee, zeg de stijl maar... maakt niet uit. Het gaat er gewoon om dat het in Japan gemaakt is. Want maar... het is wel vaak allemaal dezelfde stijl, toch? Mm-hmm. Ja, daarom. Het is... Eigenlijk is het een soort woord. Je moet het eigenlijk gewoon... zien van een animatie, dat is gewoon een anime, zeg maar. Ja. We moeten af van het feit van, ja, het mag alleen een anime genoemd worden op het moment dat het... Weet je wat ook een anime is? Alfred, you dope squark, want dat is in Japan gemaakt, hè? Ja. Dat is een fucking meme. The more you know. Oh nee, ik doe een aanval, dat was niet de bedoeling. Niet aanvallen. Aanvallen! Ja, dat deed hij dus wel. Lijkt bij jouw kat, dat deed je toch? Ja, of buurman Mol. Of buurman Mol, ja. Nee, buurman Mol. Nee, wacht. Wat lul ik? What am I lulling? Zeggen ze in het Engels. Zijn de Pokémon te battle? Ja, ik ben toch zwak. Nee, dat meen je. Zwak. Ja. Fucking good, lame. Is jouw leven fucking good? Fucking good. Dat is wel erg good. Dat is wel erg good, ja. Dat is niet eens een beetje kut. Zeker. I wanna run of zoals ze in het Engels zouden zeggen. Kutting. Oh, zekering. Zouden ze zekering zeggen? Doelde ik op. Ja, ik zei zeker op het feit dat mijn leven kut was, zeg maar. Het leven is toch echt volkomen kut. Dat ken ik niet. Dat is wel een Field Home en Camper. Field Home en Camper? Oh. Leven in ga even dood, ga even dood. Oh. Ik ben echt elke keer te laat met mijn Pokémon inzenden. Ik ben echt zo'n loser guy. Ja, maar dat geeft en ik ben rood. Ik mijn beeld is van je. Ja, zeiden de dames dat ook maar. Dat zeiden ze ook, achter je rug om. Ah, dat vind ik cute. Mm-hmm. Ik zei nog, zeg het dan voor zijn rug. Maar dat deden ze niet. Fucking crazy. Ah! Ik ben dood. Zandering, hoe durf je? Hoe durf je dood te gaan nu? Oh ja, will you attempt this battle? Continue battle. Ik moet nu even goed opletten, dit is zo'n lastige puzzel. Hé, hey, let even goed op, Sander. Keep previous progress. Ja, die moeten we hebben. Oké, puzzel completed. Die moet nem, jong. Moet nem, jong. Ja, die moet ik hebben. Dat is een mooi spul. Moet niet geen dan koei moet in, want lol. Hé, hey, doe eens even je lief tegen Bertha. Part 3. Part 3. Bertha heeft al. Die heeft al heel veel meegemaakt, hè? Zijn dat van die dubbeltjes, die Part 3? Ja. Dat part weet je toch wel, mijn dubbeltjes. Dat weet je toch wel. Part 3, dat je dat niet weet. Je bent teleurgesteld, man. Nou, dat is echt niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Is dat niet van Inazuma Eleven? Ja. Dat is niet normaal meer. Hoe moet je deze ontwijken? Oh. Met zo, magische poeder. Okay. Sander, dat is het antwoord op alles, hè? Dat weet je. Oh ja, doe nog zo'n laserbeam. Oh, die. Wat? Oh. Ik dacht even dat hij weer mijn Pokémon niet in wilde zenden. Nou, dan was hij boos geweest. En anders. Maar weet je, ik ben niet boos. Nee, ben je niet boos? Nee, want dat mag is dit zo. Even op de voorpagina in? Jongens, laat het even in trending komen, alsjeblieft. Milan heeft omgevraagd. Sander dus moet is het niet wel. Boos? Uitroepteken, vraagteken, uitroepteken. Vraagteken? Had je die opgezet? Ja. Zijn er ring, als je klaar bent, wil ik graag de aflevering beëindigen. Dat gaat nog wel even duren.
Schiet dan... toch eens op, jongen. Dit is zo'n bossing fighting. Ja, dan moet je beter bossingen met fightingen. Maar de Evoluck is wel bijna dood in Pokémon Battle. Good luck with the Evoluck. Charlie, oh. Hoezo niet Charlie? Good luck, Charlie? Lekker nou. Nu doe ik fucking veel damage. Let op, let op. Ah, nu doe ik minder damage. Ja, hij let, is nu zo let van... ik op en dan doet hij nog niet veel damage. Kijk, hij is dood. Hier is al dood. Zijn toch? Zo lang duurt het helemaal niet. Ja, jij zei dat ik op moest schieten. Dus toen dacht ik, ah, die arme Milan, voor hem schiet ik wel op. Ah, dat ik wil er eigenlijk niet opschieten. Voor die Evoluck, want dan had hij een langzame pijnlijke dood. Maar ja, toen zei jij, schiet ervoor op. En toen dacht ik, ah, boeien. Ik hou van die langzame pijnlijke dood, Sandring. Komt hij nu mee? Nee, ik maak een grapje in, Xander. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sander gaat lekker snel. Ik hoop dat hij bijna klaar is. Bedankt voor het kijken. Adios. Amigos.